Ja, mensen, altijd uit je comfortzone komen in de kou, in de regen. We gaan door, mensen. We zijn hier in Den Bosch en proberen wat te connecten met hier de krakers, met de jongeren, ja, wat alternatieve mensen. Dat ben ik zelf ook. En we zijn allemaal, denk ik, heel alternatief in het verzet. Dus we gaan zo naar binnen. Er is hier een openbaar gesprek hier in de gemeenteraad. En wij gaan ook daarin een zegje doen, althans ik niet, maar anderen. Dus ja, het voelt goed hier te zijn. Ik heb een soepje gekregen. Ik heb wat jongeren gesproken. Ja, ik kom hier gewoon om te dienen, om hun te observeren, om hun liefde te geven. Er wordt muziek gedraaid. Het is niet gewenst dat ik uitgebreid hun ga filmen, dus dat doe ik ook niet. Misschien dat ik straks nog iemand kan interviewen. Maar ja, ik ben weer een gezegend man. Ik heb een mooie tijd gehad met Roberto en Ricardo. We zullen ook nog meer aandacht besteden aan het verhaal van Ricardo. Hij heeft ook veel wijsheden in te brengen, levenswijsheden. Ja, we leven toe, mensen, naar de revolutie. Soms lijkt het dichtbij, soms is het zo ver weg. Maar uiteindelijk blijf ik elke dag bidden, strijden, getuigen, samenwerken, verbinden. En ik denk dat er wel heel veel goede projecten gaande zijn. Ik denk dat we ook ja, moeten proberen mee te liften op het succes van de boeren als zij met goede acties komen. Maar ik ben ook op de hoogte van goede burgerinitiatieven. Ja, Samen voor Nederland moet doorgaan, vind ik. Ongefaciliteerd of gefaciliteerd. Het is toch belangrijk dat iedereen kan protesteren. En ook is het maar één keer in de maand. Het is heel belangrijk dat we samen blijven komen. En dat we niet op ons digitale eilandje worden gepositioneerd. Dus we zijn ook bezig met een herstart. Nou, woensdag massaal naar Den Haag komen. Het zou geweldig zijn. Het is zo belangrijk. Er staat zoveel op het spel. Dus ja, mensen. Gisteren heb ik een mooie live opgenomen. Helaas is hij toen verdwenen. Dus censuur begint ook steeds meer zijn uitwerking te hebben. Morgen doe ik het denk ik even wat rustig aan. Pak ik even wat andere dingen op. Woensdag naar Den Haag, donderdag Enschede, twee projecten. En vrijdag is er ook alweer van alles te doen. Dus komend weekend heb ik ook nog niet helemaal uitgedacht. In ieder geval Maastricht, heel belangrijk. Groot protest, heel veel promo voor geweest. Dus Maastricht zal ik zeker met veel liefde bezoeken. Ik heb daar ook een hele geschiedenis, een familiegeschiedenis. Ik ben er altijd veel geweest in mijn jeugd, bij mijn opa en oma. Dus hier staan we in de regen met tenten, met allerlei banners, met posters. Vooral jonge mensen, niet zo heel veel. Achter het stadhuis in Den Bosch. En ik ben blij hier te zijn. En ja, ik steun alle projecten die gaan over. Ja, normen en waarden over het leven in loyaliteit, zoals dit ook heet. Woonzekerheid hoort er voor iedereen te zijn. En nu zien we dat er steeds meer woononzekerheid is. Dus ja, mensen, blijf doorgaan met het verspreiden van wakkere informatie. Doe het wel op een laagdrempelige manier. Ik zal hier ook, heb ook mijn zegje al een paar keer gedaan. Ja, dan zie je wel dat mensen in een hele andere belevingswereld zijn. Dat ik ook al gauw geprobeerde ze mij een hokje te plaatsen vanwege de trui die ik aan heb, vanwege de vlag die ik op mijn rug had. Maar ja, we zijn allemaal mensen en we hebben allemaal gemeenschappelijke doelen en we hebben ook verschillen. En die verschillen moeten niet zoveel benadrukt worden, maar dat doet de media. Die probeert iedereen in hokjes te drijven, extreem links, extreem rechts, ultranationalist enzovoort enzovoort. Dus ik zeg nogmaals namens het volk, tot hier en niet verder. Dat zal ik ook woensdag zeggen op harde toon met megafoon. Ik zal Den Haag, de Tweede Martelkamer, laten schudden met mijn megafoon. Ik ben al uitgebreid bezig natuurlijk in mijn hoofd met een speech. Want dit gaat natuurlijk niet meer, mensen. Ja, die oorlog in Oekraïne, het gaat echt alleen maar om de Great Reset. Het is totaal duidelijk. Alle feiten zijn al geopenbaard. Dus ik ben heel benieuwd hoe we hier uitkomen. Maar thuis wachten heeft sowieso geen zin. En elkaar de hele tijd gaan aanvallen online heeft ook heel weinig zin. Het gebeurt nog steeds. Ik krijg het ook allemaal te horen, want ik heb ook overal ogen en oren. En ik weet hoe ik geframed word. Ik word beledigd, ik word verdacht van dingen. Maar het boeit mij niet. Ik weet dat God is mijn rechter, God is mijn getuige. Dat ik een oprechte strijd voer, dat ik nooit eigen belang najaag. En dat ik de belang heb van iedereen op oog. Het belang van alle mensen. Ook deze mensen, de krakers. Ook als er antifa-mensen hier tussen lopen. Zo lopen hier ook antifa-mensen tussen. Probeer ik hun ook als mens te zien. En niet als antifa, als vijandige organisatie. We hebben gezien wat er met Willem Engel vandaag is gebeurd. 180 uur taakstraf geëist. En
Ja, voorwaarlijk 3 maanden celstraf. Dat is een hele ernstige zaak natuurlijk. Dus we zijn heel benieuwd wat de uitspraak zal zijn. Ik denk over 2 weken. En ik zal er ook proberen bij aanwezig te zijn. Met Gods genade. Ik heb gehoord dat Eldor het ook erg moeilijk heeft met sommige dingen. En heel veel onrecht wordt hem aangedaan. Dus Eldor zou het ook waarderen als we hem een kaartje sturen. Ik zal nogmaals ook de contactgegevens even noteren. Ik heb gehoord dat hij het heel erg waardeert als hij post krijgt. Dus dat zou heel fijn zijn. Ja mensen, het gaat niet een makkelijke winter worden zo. Het weer zit natuurlijk niet mee. Maar ja, we hebben ook vorig jaar in de winter heel veel grote protesten gedaan. En het heeft toch zin gehad. Ik zal nooit bij die groep horen die zegt protesteren heeft geen zin. Want ik heb wel gezien dat we heel veel bereikt hebben. Met de QR-code, met de vaccinatie. Dus ik ben heel blij met de resultaten. En ik ben nu vooral bang dat het een stille oorlog is, een financiële oorlog. En dat iedereen op zijn eigen manier dit gaat incasseren. De faillissement van de maatschappij, de faillissement van iedereen. Dus iedereen wordt nu eigenlijk een beetje verborgen, uitgeknepen financieel. En dat is natuurlijk extreem zorgwekkend. En vooral de ondernemers die niet in opstand komen. Ik hoor nu iets van MKB United. Ik moet het nog even nakijken wat dat nou weer is. Maar het is ongelooflijk. We hebben zoveel zelfstandigen, zoveel ondernemers. Maar ze werken niet samen om deze absurde corruptie te stoppen. Het is gewoon een absurde financiële corruptie. Belastingen omhoog, alles gaat omhoog. Accijnzen zijn heel hoog in Nederland. Er wordt gewoon dik aan verdiend door de staat. Wie is de staat? Jij en ik zijn de staat. Want elke Nederlandse burger is onderdeel van de staat. Want dat is een democratie, maar het is geen democratie meer. We weten niet wat met de... We weten wel dat ons geld slecht besteed wordt en bij rijke mensen uiteindelijk uitkomt. Bij hun eigen kliekjes, hun eigen clubjes, hun eigen groepjes. Mensen verdienen aan corona, mensen verdienen aan al die oorlogen, mensen verdienen aan slavernij. Mensen verdienen aan oplichting, entertainment. Mensen verdienen gewoon, de ene dood is een ander zijn brood. Het is al jaren zo. Dus ik blijf me verzetten tegen het onrecht, ook tegen het politiegeweld, wat nog steeds heel veel mensen ook weghoudt bij protesten en bij verzet. En we zullen op linksom, rechtsom de revolutie keihard moeten doorvoeren en meer underground. Ik ben ook nu meer underground geworden, maar ik maak nog wel video's om mensen te motiveren, om een beetje een meekijkje te geven hoe ik het doe. Omdat mensen daar ook weer gesteund door worden en het gaat alleen maar om steunen. Zoals ook in de Bijbel staat, Barnabas, dus niet Barabbas, maar Barnabas. Dat is ook een stichting in Groot-Brittannië waar ik lid van ben. En dat is een stichting die het opneemt voor zwakkere christenen in landen waar ze met armoede en vervolging te maken hebben. En Barnabas betekent zoon der vertroosting, bediening van de vertroosting. En dat is het belangrijkste, om elkaar te troosten. Dat is wat ik in mijn hart heb. Ik wil mensen met social media gebruik troosten. En laten zien wat je kan bereiken als je gewoon staat voor je rechten. We kunnen nu allemaal steeds weer tv kijken met voetbal of met films of Netflix of weet ik veel met alle hobby's die je kan doen. Maar het is belangrijk dat we gewoon ten strijde trekken tegen de overheid. Waakzaam en dienstbaar, weet je. Het moet voor de burgers waakzaam en dienstbaar zijn. Als ik 112 bel... Ja, dan word ik wel geholpen. Maar als ik heel veel problemen heb, word ik vaak niet geholpen. En dat is gewoon heel jammer. Wat zei je? Hallo. Ja, dat de gemeente is doorgegeven. Wij mannen die op staat werken, krijgen niks te horen. Oh, jullie krijgen niks te horen? Wat hebben ze zelf gegeven? Ja. Dat is wel een beetje onhandig, ja. Ja, nee, dat is heel erg fijn. Wat hebben ze dat opgegeven? Het is koud en op. Ja, zeker. Ja. Het geeft alleen. Ja, het is een beetje koud, maar ja. Ze hebben nou de wintertijd afgetrokken, want nu hebben we het nog gehoord. Ja joh, wat wou ik nog zeggen over het voetbal? Ja, tuurlijk. Ja, ik kan ook vanavond gaan voetbal kijken, maar het interesseert me gewoon weinig. 5000 doden daar bij die stadionbouw. Mensen leven daar, heel veel gastarbeiders, gewoon in totale armoede, ellende. Worden totaal niet eerlijk betaald. En dat gebeurt in heel veel van die rijke landen daar. Hoe heten die landen? Ja, ze hebben ook een bepaalde naam. Kom er even niet op, die... Golfstaten volgens mij. Er zijn heel veel rijke landen daar in het Midden-Oosten. En
daar zoveel gastarbeiders die worden gewoon uitgeknepen. Dat gebeurt hier ook met de Oost-Europeanen, is ook gebeurd met de Turken en Marokkanen, gebeurt met iedereen. Het is schandalig, weet je. Slavernij is nooit weggegaan. Er is nog steeds slavernij. En nu wordt iedereen gedrukt in een financiële slavernij met een basisinkomen. Je hebt allerlei toeslagen, subsidies. Minimumloon stelt niks voor. Er wordt al jarenlang actie gevoerd voor een hoger minimumloon. Al sinds ik me kan heugen, is dat al een probleem. Nee, het verandert niet. Alles wordt duurder, maar het inkomen stijgt niet mee. Het is ongelofelijk, mensen. Nou, in ieder geval, hier blijf positief. De politie is ook hartstikke vriendelijk en geeft aan dat ze niet wisten dat wij hier waren. Maar ze zijn niet boos of zo. Ja joh, mensen. Blijf alsjeblieft strijden. Blijf alsjeblieft vertrouwen op een goede afloop. We gaan dit ook zeker kunnen oplossen. Maar het is een lange adem. Het is geen sprint, maar een marathon. Bij mij staat altijd de boog gespannen, zeggen ze. Ik ben altijd in oorlogsmodus. Ja, dat is misschien mijn afwijking, het is misschien mijn kracht. Maar ik heb geen rust als ik niks doe. Ik kan niet ontspannen. Ik moet elke dag wat doen. Pas 's avonds kan ik soms ontspannen als ik veel vrucht heb gedragen in de dag, met Gods genade, veel heb gedaan. Dan kan ik ook tot rust komen in de avond. De hele dag verlang ik ernaar om in ieder geval onrecht te bestrijden, om voor God te werken, om met mensen te zijn, om te verbroederen, om te verbinden, om dingen gewoon op te pakken. En dat is voor mij heel belangrijk. Als ik niks doe, dan word ik doodongelukkig. Ik kan ook niet op vakantie gaan of me even helemaal afsluiten van wat er in de wereld gebeurt. Dat heeft ook weer een heel voorgeschiedenis natuurlijk. We gaan nu naar binnen, heb ik het idee. Of wat is er gaande? Ik heb het niet helemaal in de gaten nu. We gaan zo naar binnen hier en zullen in ieder geval een zegje kunnen worden gedaan door de mensen die gedupeerd worden. 11 mensen worden uit hun anti-kraakwoning gezet zonder plan B. Het is ook nog een kerk, blijkbaar een parochie die mensen tijdelijk heeft opgevangen. En nu zonder reden worden ze eruit gezet. En daar zijn ze nogal boos over. En de vrienden komen hier ook steunen natuurlijk, want iedereen heeft recht op onderdak. Er staat zoveel leeg in Nederland, mensen. Er is zoveel leegstand. Er zijn zoveel makkelijke oplossingen om de woningnood op te lossen. Maar dat wordt niet gedaan. Het wordt alleen maar erger. Ook alle nieuwe oplossingen, bijvoorbeeld een sta-caravan of een goede caravan of een camper. Tiny houses, het is allemaal betaalbaar. Maar nee, het mag niet. Nee, campings, daar mag je niet op wonen. Nee, op een boerenland. Als die boeren hun land bijvoorbeeld niet meer mogen gebruiken voor de koeien. Nou, dan kunnen ze daar toch gewoon makkelijk een camping maken. Of gewoon zelf woningen daarop gaan bouwen. Maar we gaan beginnen, mensen. Ondanks de vrienden, hè, die hier de straten veilig houden. Maar vaak recht op protest. Waarvoor? Handhaving en mijn boete gegeven toen. Vecht, vecht, vecht! Wonen is een recht! Kijk, mooie leuzen. Ik heb er ook nog wel een paar, maar die zijn een beetje, verboden. Opruiend. Hier liep net ook 2 mensen van de gemeente heel arrogant over ons te praten.
mensen leven echt in een bubbel, weet je. Ze denken dat, dat het allemaal wel meevalt. Ze geven mensen de schuld, terwijl het systeem schuldig is aan woningnood, aan extreme hoge vaste lasten. En het is zo duidelijk. Maar ja, je ziet het pas als je het wil zien, hè. Je ziet het pas als je het ziet. Nou, tot later mensen. We gaan naar binnen. Ik hou jullie op de hoogte.